Ik ben geboren in de schaduw van de Oldehoven in de Butterhoek van Leeuwarden. En het was de rosse buurt van de armoede. De Prinsentuin was uiteindelijk de eerste boksring waar ik vocht. Het was altijd buurt tegen buurt en ik ging soms ook hard om weg. We vochten veel in die tijd en dan gingen we zingend met ons strijdlied gingen we naar de Prinsentuin. En dan was het laatste, maar kom, godverdomme, we binnen niet bang, bang, bang. En we hebben messen van wat 7 meter lang. Nou, dat was het zwart. Ik ben een keer neergeschoten geweest. Dat heb ik ook allemaal te danken omdat ik niet zo liefetje was. Daar wil ik jongeren voor behoeden. Discipline bijbrengen. Boksen is een gevecht met jezelf. En dat moet je durven aangaan. Ja, niks mooier is dan om op je hart te zetten. Weet je wat het belangrijkste is? Mensen moeten ook gelukkig accepteren. Ik maak zo vaak mensen bij die zeuren over dingen. Dat denk ik, man, waar heeft het over? Het is helemaal niks. Kijk om je heen. En dat meen ik echt serieus. Accepteren, accepteer nou het geluk. En als ik hier ben en ik zie in die knapen en god, dan denk ik, wat ben ik gezegend, man. Dat voel ik mij echt, hoor. Ik zit niet toneel te spelen. Ik voel me echt gezegend. 100%. En dat komt hoogwaarschijnlijk omdat ik nooit vergeet waar ik vandaan kom. Ik weet als geen ander waar ik vandaan kom. En ik ben ook zo trots als een pauw dat het zo is als het nu is. De dingen die ik nu doe, had ik vroeger ook nooit over geparkeerd. En ik zal nooit dingen vertellen om op te scheppen. Maar ik doe zoveel goede dingen waar ik zoveel van terugkrijg. Money for nothing. Nee. Nou ja, doorgaan betekent voor mij, als je ergens aan begint, moet je het afmaken.